Duurzaam leven en werken is belangrijk voor het milieu. Daarom zijn we samen bezig met een energietransitie in Zeewolde en in Flevoland. Sanne gaat in een small house wonen in de pas aangelegde Schelpenbuurt. Laten we eens gaan kijken. Hey Sanne! Hoi! Jij gaat natuurlijk straks een hele grote stap maken. Jij gaat wonen in een bengwoning. Ja. Wat houdt dat precies in? Een bengwoning, dat betekent bijna energie-neutraal gebouw. Het is een wat kleiner huisje, waardoor sowieso de energiekosten niet zo hoog zijn. En er zitten heel veel zonnepanelen op en hij zit aangesloten op een warmtepomp, waardoor het best wel duurzaam is, de energie die ik gebruik. En dat scheelt ook weer heel erg in de kosten. Kunnen we misschien wel even kijken? Ja, ja? Graag. Oké, top. Welke is voor jou? Die aan de rechterkant. Oh ja. Hoe ben je eigenlijk hier terechtgekomen bij zo'n bengwoning? Ik stond ervoor ingeschreven, dus ik heb erop gereageerd. En het huis werd mij toegeëigend, dus ik ben heel erg blij daarmee. Nou, je huis is bijna klaar. Ben je er dan ook bewust mee bezig met duurzaamheid? Nou, dat probeer ik wel. Ik denk dat het wel goed is als daar nog extra aandacht aan gegeven kan worden. Want ik denk dat veel mensen toch nog wel wat kleine dingetjes kunnen doen om net iets duurzamer bezig te zijn. Of in ieder geval een andere mindset te krijgen. Nou, je hebt natuurlijk een super mooie kans gekregen om in zo'n mooie woning te gaan wonen. Super duurzaam. Maar niet elke jongen krijgt natuurlijk deze kans. Nee. Wat kan je hun adviseren om toch een beetje hun huis te verduurzamen? Ik denk dat het vooral op de kleine dingetjes aankomt. Zoals bijvoorbeeld de verwarming. Ga het lager zetten. Koop je gewoon een leuke trui. Nou, dat is net zo warm, bij wijze van spreken. Isoleren, minder lang douchen. Dat zijn wel wat kleinere dingetjes die je zelf makkelijk kan aanpassen. Ja, zeker. En weet je, we willen niet alleen maar dat jongeren bezig gaan zijn met duurzaamheid. Maar we willen eigenlijk alle bewoners van Zeewolde toch wat bewuster maken. Heb je nog adviezen voor hun? Ik denk dat het belangrijk is voor de wat oudere mensen om te beseffen dat zij iets minder meemaken van klimaatverandering en alles zijn wij veel meer. En voor onze toekomst zou het wel heel goed zijn als iedereen wat duurzamer gaat leven. Wil jij ook een bijdrage leveren aan de energietransitie in Zeewolde en je huis meer verduurzamen of zelf energie opwekken? Kijk dan snel voor meer informatie op de website van het Energieloket Zeewolde.